Ik wil een Chocobo. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering hebben wij Abby hier ontmoet, die nogal grote fan is van Pokémon. En dus vijanden kan opeten, waardoor dat hij nieuwe vijanden aanvallen kan leren. Wat eigenlijk heel erg handig is. En we zijn ook aangekomen bij Chocobo Forest, waar een van de grootste sidequests bij zit van het hele spel. Die dus het hele spel door zou lopen. Maar maak je geen zorgen, natuurlijk wordt het saai eruit geknipt. Dus dat is 5 minuten voor jullie en uren voor mij. Joepie. Maar goed, laten we het maar gelijk ingaan. Dan kan ik jullie laten zien wat de Chocobo is en wat hier de bedoeling is. En natuurlijk bedankt voor het klikken op deze video. Kupo! Ik ben Mene. Ik ben de baas van dit bos. Deze Chocobo is mijn vriend. Hij heet Choco. Van chocolade? Kweh! Hij houdt niet van chocolade. En dit is Chocobo's Forest. De muziek hier is helemaal geweldig. Hé, is er een mooi meisje langsgekomen met lang haar en zo? Nee, maar er is hier wel een lelijk meisje bijgekomen. Oh, nou, ik denk niet dat ze deze kant op is gegaan. Misschien is ze niet naar... Oh, misschien is ze wel naar Burmecia gegaan. Nou ja, ik zal maar beter opschieten. Oh, heb je haast? Ja, een beetje. Daarom neem je de Choco dan niet mee. Ik bedoel, je zult niet monsters tegenkomen als je op een Chocobo rijdt. Nou, dat is handig. Choco, kom eens hier. Ah, het is oké. Je moet hem niet dwingen. Nee, als Choco iemand haat, dan rent hij weg. Choco, kom op, Kupo. Oké, ik neem het wel. Ik snap dat als een nee. Oké, hier heb je Gysahl Greens. Je kunt deze gebruiken om Choco buiten de forest te roepen. Zoek er voetsporen en gebruik ze daar. Choco die houdt wel van je hoor. Ik bedoel serieus, als je hem roept zal hij wel komen. Train hem, maak hem sterk. Kom terug als je hem hebt gevonden, oké? Ik zal je een groot geheim vertellen. En we hebben dus Gysahl Greens gekregen. Nou, wat we dus nou moeten gaan doen is, we moeten dus even Choco gaan roepen. Nou, dat is dus het makkelijkste in deze Final Fantasy. In een andere Final Fantasy was het behoorlijk moeilijk om dus aan Chocobo's te komen. Hier valt het behoorlijk mee. En ik praat natuurlijk over Final Fantasy 7, die bij de E3 dus zeg maar aangekondigd is dat er een remake komt. Dus oké, eerst eventjes arrangen, automatisch. Dan staan ze gelijk hier voor ons klaar. Kweh! Dat geluid gaan we nog heel erg vaak horen. En nou het favoriete deuntje. Final Fantasy is an RPG, the only one just for me. Oké, ik zal niet beginnen te zingen. Alsjeblieft zeg, ik begin al zoveel te zeggen. Dat komt natuurlijk nergens op. Oké, nou als we dus zeg maar Choco te pakken hebben gekregen, dan kunnen wij dus weer terug naar de Chocobo Forest. Choco, hoe gaat het met je? Kwee. Kwee. En dan kunnen we dus zeg maar praten met Mene. En die wil ik weten. Wat is het grote geheim? Welkom terug, Kupo. Ik wist dat je wel op kon schieten met Choco. Ja, maar wat is het grote geheim? Wist je dat Chocobo, als hij met zijn meester heeft gekozen, dat hij hem altijd zal volgen? Voor altijd en altijd. Chocobo is weggerend van zijn laatste meester. Die was gemeen. Choco hield niet van hem. Ik heb Choco geholpen met ontsnappen. Nu wonen we hier samen eigenlijk. Nou, hier is het ding. Ik bedoel, Choco die heeft namelijk, die kan heel erg goed dingen vinden ondergronds. Nou, zoals schatten en alles. Maar ik kan Chocobo niet besturen. Wil jij me daarbij helpen? Het kost 60 gil per game, omdat ik moet gauw even een beetje zorgen dat je wel een beetje moet betalen. En alles wat je vindt mag je houden. Nou, dit is dus zeg maar de Hot and Cold zoals het dus heet. Dat heet deze minigame. En hier kunnen we dus zeg maar een heleboel items mee vinden. Nou, het zegt al, je moet dus zeg maar lopen met de joystick en een vierkantje drukken om dus te graven. En als je... Select start, sorry. En dan moet je dus kijken naar wat hij zegt. Zegt hij gewoon Kweh zonder iets, dan zit er niks in de buurt. Zegt hij Kweh met heel erg veel haartjes erbij, dan ligt er iets in de buurt. En wil je dus zeg maar zo dicht mogelijk bij die plek gaan zoeken. En op het moment dat hij iets vindt, dan heb je dus een hele grote Kweh. En dan moet je dus gaan graven als een bezetene. Deze ligt al behoorlijk diep. En dan vinden we dus een stone met parents, wat al gelijk een heel goed ding is. En dan krijgen we 20 punten voor, waardoor dat we dus zeg maar een stuk sterker worden. Gelijk 2 levels omhoog. Nou, dat is wel helemaal mooi. Nou, we hebben dus zeg maar 60 seconden de tijd om dit te doen. En zo kunnen we dus zeg maar heel erg veel goede items vinden. Dit is één van de belangrijkste dingen in Final Fantasy 9 om te doen. Om dus zeg maar het spel een stuk makkelijker te maken. Het enige nadeel is, dit is pixel perfect. Zoals je dus hier ziet, het ligt hier ergens in de buurt. En ik zoek me eigenlijk helemaal suf. Nou, we hebben een echo screen gevonden, hartstikke leuk. Dit kan zo leuk worden dat je dus zeg maar tot een max van 8 items kunt vinden in één run. Zo erg snel kan dit gaan. Het is een beetje luck-based. Het is pixel perfect. En je moet er wel natuurlijk de schat op graven voordat de tijd over is. Dus ik denk dat we als we nou iets vinden, dat we deze nog niet eens meer op kunnen graven. Nee, tijd is over. Ah. Nou, de stone with patterns, dat gaat nou ook uitgelekt worden. Dat heet dus zeg maar een chocograph. Daar zit namelijk een foto op een locatie ergens in de wereld. En die locatie zal heel erg veel schatten dus zeg maar hebben. Dus je moet naar buiten toe gaan en dat gaan vinden. Dus hij zegt ook al van laten we daar een chocograph gaan noemen. En zo kunnen we dus zeg maar verschillende dingen gaan vinden. Waardoor dat we Choco ook dus beter gaan trainen. Nou, ik ga dit dus zeg maar een paar keer doen totdat we hier geen chocographs meer kunnen vinden. Dus ik zit hier nog wel eventjes mee vast. Dus wij gaan kweh. Ik zal er nog eentje gewoon eventjes helemaal onscreen laten zien. Want dit is eigenlijk praktisch wat je hier dus zeg maar non-stop gaat doen. Totdat je alle chocographs hebt gevonden. Dit is vervelend. In het begin lijkt het heel erg leuk, maar aangezien dat je dit zo vaak moet gaan doen, is dit een van de langste en moeilijkste sidequests die je dus zeg maar wil gaan doen. Maar ook degene die de meest grootste beloning geeft. Oké, we hebben een annoyment wat een nieuw item is, dat zorgt voor trouble status. Wat trouble status doet, dat zal ik zeker uitleggen op het moment dat we het krijgen. Oké, we hebben een gratis Gysahl Green gevonden, dat is alleen maar handig. Er ligt hier iets heel dichtbij in de buurt. Kunnen wij er een 3 halen? Want als we de 4 halen, krijgen we dus nog eens een speciale bonus. En aangezien dat onze Chocobo nog niet echt goed geleveld is, is het dus niet echt makkelijk om nou al items te vinden. Maar goed. Ja, we hebben iets gevonden. Nou, we hebben in ieder geval meer gevonden dan dat we de eerste keer hadden gevonden. Oh, kunnen we deze pakken? Kunnen we deze pakken? 3 seconden. Choco, doe het! Nee, ik ga hier nog eventjes mee door en ik zie jullie in een seconde. Nou, hier heb ik dus nou eindelijk een keer een run waar ik dus zeg maar heel veel geluk heb. Omdat binnen 5 seconden heb ik dus zeg maar weer een nieuwe item gevonden. Krijgen we dus extra punten. Plus op het moment dat je 4 items hebt gevonden, dan krijg je dus zeg maar dubbele punten en nog eens een keer extra 10 seconden. Waar dus voor zorgt dat alles wat je vindt dubbele punten geeft. Ook nog eens een keer een extra tijd geeft. Waardoor dat je dus zeg maar meer items kan vinden. Dus zeker heel erg handig om dat dus voor elkaar te krijgen. En zoals je dus ziet, we hebben nou een antidote gevonden. En we krijgen dus een extra puntje, omdat we dus zeg maar in de bonusmodus zitten. Hartstikke leuk! Oh, dit is een diepe. Als we daar een dubbele punt voor krijgen. Chocograph, 10 punten voor de Chocograph. Plus nog eens een keer 5. Plus nog eens een keer, omdat we feeding hebben, krijgen we nog eens een keer extra punten. En daardoor gaat dat level omhoog. Gaaf! Hoe hoger dat de Chocobo's level gaat, hoe sneller dat ik kan graven. En dus hoe meer items dat je kan vinden. Nou, we hebben weer een Chocograph erbij gevonden. Hij zal een melding geven wanneer dat er geen Chocografs meer zijn. Dus ik zit hier nog wel eventjes. Dus laten we mee gaan beginnen. Oh, wacht eventjes. Ik kan ook nog heel eventjes zeggen. Je kunt hier Gysahl Greens kun je kopen. Maar die vind je hier zoveel in dit spel dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. En de punten die je dus zeg maar verzamelt. Elke punt die je dus zeg maar vindt. Kun je dus zeg maar items van kopen. Je kunt een Gysahl Green kopen. Je kunt een Phoenix Down kopen. Je kunt een Oor kopen. Je kunt zelfs een Eater kopen. Een of andere rare kaart. Wing Edge is het niet waard. Protect Ring, die is zeker handig. En een Rope of Lords die overpowered is al op dit punt van het spel. Maar succes met 10.000 punten te krijgen. Want je ziet hoeveel punten dat je nodig hebt. Terwijl dat we er nou van 3 spellen maar 65 hebben. Dus dat gaat enorm langzaam. Dus ik denk niet dat we snel zeg maar aan die punten kunnen komen. Maar goed, met dat allemaal uitgelegd te hebben, ga ik Chocobo Hot and Cold spelen. Yay! Yay, weer een Chocograph. Dit gaat sneller dan dat ik dacht. Een Chocograph piece. Dat is iets nieuws, maar dat leg ik dadelijk wel uit. Oké, dus we hebben nou een Chocograph piece gevonden. En dat is dus zeg maar een deel van een Chocograph. We moeten daar verschillende dingen zeg maar. We moeten verschillende Chocograph pieces vinden om daar dus zeg maar de Chocograph te hebben. En dat is eigenlijk de grootste beloning die ik kan vinden. Omdat er dus zeg maar meer plekken zijn als alleen maar de Chocobo Forest. Dus we moeten gewoon meer van die puzzelstukjes verzamelen om daar dus zeg maar één foto van te krijgen. Goed, nou met dat gedaan te hebben. Dik! Kweh! Jee, weer een Chocograph! Kweh! Eindelijk weer eentje, dat duurde zo lang. Wat ik eigenlijk niet heb kunnen melden is, bij sommigen zie je dus zeg maar een dieptemeter. Of ja, je ziet bij alles eigenlijk een dieptemeter. En hoe dieper dat zeg maar een treasure begraven is, hoe meer waarde dat het eigenlijk heeft. Ik bedoel, zo ben ik al 500 gil tegengekomen. Een high potion net al. Chocograph vind je dat normaal gesproken ook heel erg diep zeg maar in de grond. Phoenix Finions kom je tegen. Je komt echt hele goede items tegen. Hoe dieper dat ze liggen, hoe beter eigenlijk dus zeg maar dat item eigenlijk is die je zult vinden. Nou, kan ik deze nog vinden voordat de tijd om is? Kan ik deze nog vinden? Pixel perfect onzin! Ah, net niet, nee! Oké, nou we hebben in ieder geval de Chocograph gevonden. Please zeg maar dat het de laatste is. Ik haat jou. Chocograph! 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 Yes! Eindelijk! Choco zegt dat hij hier geen Chocographs meer kan vinden op het moment. Dus elke keer als je dus zeg maar, mocht je die tekst gemist hebben, dan zegt hij hier ook automatisch dat Choco geen Chocographs meer zou kunnen vinden. Om heel eventjes jullie te laten zien hoeveel spelletjes dat er ondertussen wel nog één zijn. 21. Dat zijn 21 minuten. Klinkt niet zo lang, maar dit was maar het begin van het spelletje. Dit was maar het kleine begin. Nou, dan kan ik jullie eindelijk vertellen hoe dat Chocographs nou precies in zijn werk gaan. Oh, ik haat dit spel zo erg. Maar goed. Chocographs werken als volgt. Op het moment dat je Chocographs hebt gevonden in deze minigame, kun je dus als je op een Chocobo zit, op driehoekje drukken en dan kun je de Chocographs menu openen. Dit is een heel ander menu als dat we eerder hebben gezien. En zoals je kunt zien hebben we hier 6 Chocographs. En hier de andere 3 die we nog niet zeg maar kunnen bereiken. Nou, zoals je ziet hebben we allemaal een fotootje van een locatie ergens in de wereld. Nou is het probleem, deze die wordt heel erg makkelijk gemaakt. Deze is al een stukje moeilijker en zo gaat het stukken verder. Nou, het grappige is, mocht je niet eruit komen waar dat, zeg maar, dat fotootje is, kun je op select drukken en dan geeft, Cupo, Moogle, geeft je ook nog een hint over waar dat je deze kan vinden. Deze zegt dat je hopeloos bent als je deze nog niet eens kan vinden, omdat deze zo dichtbij is en namelijk heel makkelijk is. Dit is een beetje een tutorial dingetje. Deze daarentegen zegt hij ook van, ga ergens naartoe waar je normaal gesproken niet naartoe gaat en zo verder. Deze moeten we nog even met rust laten, omdat deze, die is nog niet toegankelijk voor ons. Deze... Je weet al hoe dat je een Chocobo moet roepen. Ja, dat weten we. Deze twee, die kan ik volgens mij... Even kijken, deze die kunnen we aan. I've seen a beach that's near a city with long wings. Between mountains. Coldfield. There's other things that you can ride. Nou, dat zijn dus zeg maar dingen die... Coldfield, dat is op een heel ander continent. Dus daar kunnen we nog niet eens komen. En deze, die liggen in het water. Maar daar kunnen we nou nog helemaal niet komen. Nou, nadat we die uitleg hebben gehad... wil ik dus deze selecteren. De streamsite. En gaan we dus op zoek naar de treasure bij de streamsite. Nou, we hebben hier het water lopen. En het is hier natuurlijk nog heel erg mistig. Aangezien dat we zitten op het mistcontinent. En hier hebben we dus zeg maar een klein beekje. Nou zien wij op die foto... dat het dus zeg maar bij een strandje zou liggen. Nou, hier hebben we een strandje... Huppakee! Werkt precies hetzelfde als in Hot and Cold, alleen hier is het een stuk makkelijker gemaakt. Oké, en als je dus een treasure chest hebt gevonden, dan vind je 2 elixirs, 3 high potions, 4 eaters, 2 Jumina's boots. Wow! That's heavy. Het enige nadeel is, op een Chocobo kun je dus zeg maar niet je equipment veranderen. Nou, nadat we die gedaan hebben, dan gaan we dus zeg maar gelijk door naar Between Mountains. Go look near to the mountains facing the ocean on the southwest side of the... Oké, dus we moeten naar bergen zoeken die naar de oceaan wijzen op het zuidwestengebied van de mistcontinent. Oké, dus het zuidwesten... Noordoost, dat zou dus hier ergens moeten zijn. Dus dan gaan we hier even kijken. Hier hebben we de bergen. En dan gaan we dus het zuidwesten heel eventjes afzoeken. Dus, mocht ik de locatie hebben gevonden, zie ik jullie in een seconde. Hey, dit lijkt wel een beetje op die plek. Hier hebben we die boom lopen. Daar hebben we die plek naar de oceaan. Ik denk dat we het hier hebben gevonden. Dus laten we hier eens even naar voren lopen en kijken of we hier iets kunnen vinden. Ja, Kweh, vraagteken. Hoppakee, tweede Chocograph piece gevonden. Oké, wat zit hierin? 5 potions, 5 high potions, 2 tents, 2 cotton ropes. Oké, dat is zeker heel erg handig. Dus zo zie je maar weer dat je dus zeg maar de dingen die je vindt en die je dus zeg maar wil gebruiken Tot die zeker heel erg handig zijn. Nou, eigenlijk is het heel grappig, want hier hebben we dus Lindblum Castle. En het zat dus eigenlijk achter Lindblum Castle. Dus, we hebben hem in ieder geval gevonden. Nou, de andere chocographs die we dus zeg maar nou nog hebben, die kunnen we op dit moment niet doen. Deze is namelijk op een plek, daar hebben we vliegkrachten voor nodig. Of krachten om over een berg te kunnen klimmen. Deze kunnen we wel doen, alleen dat is iets later in het spel. Dus die zet ik eventjes alvast aan. Deze even kijken, Beach is the Youth. Dit is op een ander continent. Dat zegt hier ook. Er zijn andere continenten dan alleen de mistcontinent. En deze, dat is op een koude plek, die heb ik al gezegd. Dus daar gaan we ons nou nog niet druk over maken. Maar goed, we gaan dus nu op zoek naar de grot waar we eigenlijk naartoe zouden moeten gaan in de eerste instantie. Even kijken, volgens mij was dat hierin. Jap. En aangezien dat we dus zeg maar op een chocobo rijden, hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken over vijanden. Chocobo, ik hou van je. Behalve met je minigame. Echt serieus, dat kost gewoon veel te veel tijd. Maar goed, we hebben dus nu een nieuwe equipment gevonden. Dus laten we eens heel even kijken. Is er iets outdated? Kan er iets veranderd worden? Ja, jij kan Steel Gel en Antibody leren. Dat is zeker handig. Wat had nog meer Steel Gel? Chakra. Hier iets nieuws? Nee. Birdkiller, ben je die ergens anders ook nog aan het leren? Nee, oké. Okay. Nou, jij bent dus in ieder geval goed geëquipt. Even kijken, wat heb jij? Headgear, nee. Glass, nee. Ik vind het jammer dat jij nog niks aan het leren. Cotton Rope. Chemist in Shell. Die draag jij al. Oh, die hebben we 2 gevonden van de Chocobo Game. Leuk. En Germina's Boots. Nou, die is niet echt handig voor jou. Maar wel heel erg handig voor onze Wilma B. Want die kan een extra HP krijgen. Namelijk HP plus 10%. Die wil ik zeker equippen. Oké, Races Earth Element Attack. Cover nog steeds. Kun je hier nog iets leren? Een Dead Killer. Dat is wel beter voor je. Oké, die ben je nog aan het leren. En Dragon Killer. Hartstikke mooi. Goed, nou dan kunnen we dus zeg maar nou ervoor zorgen dat we dus zeg maar HP plus 10%. Hoeveel kost die? 4. Bright Eyes is handig. Antibody, level up. Weet je wat? Jij gaat koppig uitzetten en dan krijg jij HP plus 10%. Dan heb je nog meer HP, zoals je kan zien. Dat verandert van 384 naar 422. Altijd gunstig. En het leukste is, op het moment dat Wilma B dus verder groeit, dus nog meer HP gaat krijgen, geeft deze ability ook nog eens een additional HP, omdat het namelijk van jouw basic standaard HP op dat moment is. Dus zeker handig om deze equipment al te hebben. Ik denk dat we goed voor zitten. Dus in de volgende aflevering gaan we naar Gizemalokkos Grotto. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, heb je nog vragen? Laat dat ook weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Want maandag gaan we natuurlijk gewoon weer verder met Final Fantasy. Bij een volgende aflevering. Dan gaan we dus op zoek naar Burmecia. Kijk wat er gaande is. Waarschijnlijk is het oorlog. Hartstikke gevaarlijk. Ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei!